Welkom allemaal bij deze tweede aflevering van de seminarreeks over brede welvaart in beleid, georganiseerd door de drie planbureaus. Deze tweede aflevering gaat over brede welvaart in de Nederlandse gemeenten. En mijn naam is Femke Verwest. Ik ben sectorhoofd bij de afdeling Verstedelijking en Mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving. En ik zal u vandaag uw voorzitter zijn en u door het programma heen geleiden. Net als de vorige keer zijn we met een groot gezelschap. En het gezelschap komt nog binnen, zoals u ziet, maar we zijn toch alvast begonnen. Maar welkom allemaal. En net als de vorige keer zijn we met een heel gemêleerd gezelschap aanwezig. Werkzaam zijn mensen bij de overheden, bij maatschappelijke organisaties, bij kennisinstellingen en op verschillende beleidsdossiers bent u actief. Het grote aantal waar u mee bent, alsmede de diversiteit, laat de brede belangstelling voor en de relevantie van dit onderwerp goed zien. En het onderwerp leeft zowel op nationaal, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, natuurlijk half maart, leek het ons daarom een goed idee om vandaag stil te staan bij het onderwerp brede welvaart in de Nederlandse gemeenten. Ik wil graag een bijzonder welkom heten aan onze gasten en die zal ik samen met het programma aan u voorstellen. Allereerst professor Dr. Hans Momma's, onze directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, welkom. Hij is part-time hoogleraar Regional Sustainability Governance van de Tilburg Universiteit. En hij zal straks een toelichting geven op de seminarreeks Brede Welvaart in Beleid. Een initiatief, zoals ik al zei, van de gezamenlijke planbureaus. Ook zal hij het onderwerp Brede Welvaart, het belang ervan voor beleid en het onderwerp van vandaag Brede Welvaart in de Nederlandse gemeente toelichten. Ook welkom uiteraard aan mijn collega Dr. Mark Tisse. Hij is senior onderzoeker economie en betrokken bij het driejarige onderzoeksprogramma Regio Deals voor Brede Welvaart. En dit project voeren we op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel uit en zal in maart worden afgerond. En hij zal in zijn presentatie nader ingaan op de voornaamste inzichten uit de studie getiteld Brede Welvaart in de Nederlandse gemeenten, het belang van regionale samenhang, die in het kader van dit onderzoeksprogramma is uitgevoerd en vandaag gepubliceerd wordt. Daarna zullen professor Dr. Marijn Molema en Josse de Voogd een reflectie geven op de inzichten en bijdragen van Mark. Marijn Molema is een programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau en bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Josse de Voogd is electoraal geograaf. Hij is zelfstandig onderzoeker en publicist op het raakvlak geografie, politiek en samenleving. En hij weet naar eigen zeggen precies hoe er gestemd wordt van Texel tot Vaals. Dus dat is mooi. En hij heeft samen met René Cuperes in december 2021 de Atlas van Afgehaakt Nederland gepubliceerd. En is momenteel bezig aan een boek over gelaagd land. Dat volgend jaar, meen ik, zal verschijnen. Na deze reflecties is de zaal en de vloer open voor al jullie vragen en discussiepunten. En die nemen we uiteraard graag hierin mee. En het programma zal tot half vijf duren. Maar voordat we van start gaan, heb ik zoals gebruikelijk nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Die zijn ook helaas noodzakelijk, maar goed om deze even met u door te nemen. Als u vragen heeft, kunt u die in de chat kwijt. Daar zullen de vragen door onze collega's Emiel Evenhuis, Marieke van der Staak en Laura Westendorp worden beantwoord. En na de afloop van elke presentatie en ook in de slotdiscussie is er ruim tijd gereserveerd voor het beantwoorden van uw vragen. Dus ik zou u willen oproepen deze ook vooral te stellen. Stelt u ze AUB in de chat, dan worden ze doorgeleid naar mij en dan kan ik ze de sprekers voorleggen. En als u een vraag heeft en het in de chat aangeeft, willen we u verzoeken uw naam en organisatie daarbij ook te vermelden en voor wie de vraag is. Dan maakt de discussie makkelijker. En verder wil ik erop wijzen dat deze bijeenkomst, zoals u misschien ook heeft gezien aan de recordknopje bovenin, wordt opgenomen. En we zullen hem ook uploaden op YouTube. De link hiervoor zult u na afloop via uw mail ontvangen. Mocht u behoefte hebben, kunt u het nog eens nakijken of kunt u het ook doorsturen naar andere collega's waarvoor het relevant kan zijn. En ik wens jullie een hele inspirerende bijeenkomst toe. En geef nu graag het woord aan Hans Momma's. Ja, dankjewel Femke. Ben ik goed verstaanbaar zo? Uitstekend, dankjewel.
Ik zie aan de teller dat we inmiddels dadelijk voorbij de 180 zijn. Dus we lopen richting de 200 deelnemers. Goed om zoveel belangstelling te zien voor het thema brede welvaart. Ik denk dat een heleboel van u ook aanwezig is geweest bij de eerste bijeenkomst die we hebben gehad een tijdje geleden. Dus ik hoef mijn inleiding volgens mij niet al te uitgebreid te doen, maar toch even heel kort. Hè. Zoals Femke al zei, dit is een bijeenkomst die plaatsvindt in een reeks van bijeenkomsten die de komende tijd georganiseerd gaat worden. In een samenwerkingsverband tussen de drie planbureaus. Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal-Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. En bij die drie planbureaus is dit traject onderdeel van de verkenning van manieren om brede welvaart operationaliseerbaar te maken richting het samenhangende begrotingsbeleid van het kabinet. Dus we zijn met de drie planbureaus aan het nadenken over hoe je de grote opgaves waar Nederland voor staat, in het sociale, het economische en het ecologische domein, samenhangend kunt presenteren richting de politieke en bestuurlijke besluitvorming. We kennen natuurlijk in Nederland al de monitor brede welvaart. Die wordt uitgegeven door het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks bij verantwoordingsdag. Die monitor brede welvaart die kijkt vooral terug. Hoe is de ontwikkeling in Nederland tot nu toe verlopen? Op sociaal, economisch en ecologisch gebied. De bedoeling van het werk van de planbureaus is dat dit een samenhangend vooruitzicht gaat geven. Dus waar stevenen wij op af? Welke vraagstukken gaan zich naar de toekomst toe voordoen? Welke opgaves horen daarbij? En dan is het vervolgens aan de politiek om tussen die opgaves te gaan kiezen. Wat gaan wij oppakken? Wat heeft daarbij prioriteit? Dat is het politieke vraagstuk. Wij als planbureaus staan voor de opgave om dat vraagstuk goed in beeld te brengen en samenhang te presenteren aan het kabinet. Binnen het PBL lopen nu twee stromen. Eén stroom is dus dat vraagstuk van het integraal aandragen van vraagstukken richting het kabinet. Dat we samen doen met de drie planbureaus. Het overkoepelende vraagstuk, het overal vraagstuk van brede welvaart op nationaal schaalniveau. Tegelijkertijd, en dat is waar Femke ook al aan refereerde, hebben wij als onderdeel van de sector verstedelijking en mobiliteit ook aandacht voor brede welvaart in de regio. En die aandacht voor de regio is voortgekomen uit de regio-deals. Op verzoek van met name het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, maar ook het BZK die daarbij betrokken is geweest. We hebben verkend hoe je het thema van brede welvaart, het raamwerk van brede welvaart, operationaliseerbaar kunt maken in de doordenking van het regionaal beleid. En de uitdaging daarbij is om brede welvaart een stapje verder te ontwikkelen voorbij zeg maar een al te vrijblijvende pure inventarisatie van de stand van de ontwikkeling. We willen gaan kijken hoe je brede welvaart kunt operationaliseren om daadwerkelijk agendas te maken, beleidsagenda's die ook naar de toekomst toe dingen in gang zetten. Om dan vervolgens te kijken ook wat werkt dan, om daar ook allerlei causale verbanden aan te kunnen ontlenen. En dat is het werk wat met name vanuit de sector verstedelijking en mobiliteit afgelopen tijd is gedaan op het schaalniveau van de regio. De vorige keer is daar verslag van gedaan en dit keer gaan we verslag doen naar hoe dan die brede welvaart op gemeentelijk niveau tot stand komt en wat dan in de regionaal samenwerkingsverband die brede welvaart realiseert. Want we zullen zien zo meteen aan de presentatie dat brede welvaart daarbij niet alleen puur gemeentelijke bronnen kent, maar dat die bronnen ook vooral een regionale samenhang hebben. Dat is natuurlijk op dit moment extra interessant. Niet alleen richting het nationale niveau, maar zeker ook richting het gemeentelijke niveau. Want we staan natuurlijk voor gemeenteraadsverkiezingen. Dadelijk in maart, april, dan gaan we de nieuwe gemeenteraden kiezen. En bij die gemeenteraden staat natuurlijk ook voorop. Ja, wat kunnen wij aan beleid ontwikkelen om het leven in deze gemeente beter te maken? En ik denk dat wat zal blijken uit de workshop van zometeen, is dat die gemeente niet op zichzelf opereert. Die gemeente opereert in een regionaal verband. Dus daar ligt de uitdaging ook voor gemeenteraden om de eigen ontwikkeling ook vanuit het regionale samenhang te doordenken. Maar dat alles zal nog veel duidelijker worden aan de hand van de presentaties en de discussies die we zo meteen gaan krijgen. Ik wens ons allen veel plezier, een inzicht, een lerend vermogen toe. En daarmee geef ik het woord weer terug aan Femke. Dank jullie wel.
Dankjewel Hans voor deze mooie opening. En volgens mij is het bruggetje al helemaal gelegd naar de presentatie van Mark Thyssen. Dus Mark, the floor is yours. Kan je de presentatie die je hebt met ons delen en ons meenemen in je inzichten? Dankjewel, Funke. Ik ben Mark Thyssen en samen met Jeroen Content heb ik onderzoek gedaan naar de brede welvaart in Nederlandse gemeentes. Brede welvaart is niet zomaar iets. Brede welvaart gaat over alles wat we van waarde vinden. Brede welvaart is dus eigenlijk het key begrip waarin we onderzoeken hoe het ervoor staat in Nederland en hoe het ervoor staat met mensen in Nederland. Ja, en dat is het vraagstuk waar we mee weggestuurd zijn. Ja, hoe kunnen we dit nou goed onderzoeken? En om te beginnen kunnen we natuurlijk alle kenmerken in kaart brengen. Kunnen we weten hoeveel banen er zijn, hoeveel musea en hoeveel restaurants. En CBS heeft er een hele mooie website voor. En, dat is de regionale monitor brede welvaart. Maar is dat nou voldoende? Dus zijn we er dan? Dus ja, niet geheel natuurlijk, want het gaat om alles wat we van waarde vinden. Dus ja, het gaat niet alleen om deze kenmerken, het gaat ook om hoe belangrijk vinden de inwoners van een gemeente die kenmerken. Als deze kenmerken helemaal niet belangrijk worden gevonden, ja, dan hebben ze ook geen waarde en dan dragen ze ook niet bij in de brede welvaart. En wat zijn dan de verschillen in waardering tussen gemeenten? Dus de brede welvaart is waarschijnlijk iets heel anders voor inwoners van Oost-Groningen dan het is voor inwoners van Hartje Amsterdam. Ja, natuurlijk zijn er ook overeenkomsten, maar je kunt toch wel verwachten dat daar behoorlijk grote verschillen tussen zijn. En een lijst van kenmerken van gemeenten is dus niet voldoende om een uitspraak te doen over de brede welvaart. Stel dat we weten wat het belang is van verschillende aspecten van de brede welvaart voor de inwoners, dan zijn we er nog steeds niet. Want voor velen van ons, ja, gedeeltelijk halen we die brede welvaart ook uit andere gemeenten. Dus die gemeenten staan niet op zichzelf. Ik zelf woon in Brabant. Ja, ik werk in Den Haag. En dat betekent dat ik dus een gedeelte van mijn welvaart haal uit een andere gemeente. En deze gemeentes hoeven ook nog eens niet naast elkaar te liggen. Dus al deze elementen die staan centraal in dit onderzoek. Die vormen de basis waarop wij de brede welvaart van de Nederlandse gemeentes in kaart hebben gebracht. Uiteindelijk proberen we daar dus iets te zeggen over hoe het gaat met de mensen in deze verschillende gemeenten. Natuurlijk is de toekomst ook belangrijk. Dus de toekomstige ontwikkelingen beïnvloeden ook de brede welvaart. Voor dat deel van de brede welvaart kunnen wij nog niet goed in beeld brengen wat de verschillen zijn voor verschillende gemeenten. Dat hebben we daarom nog maar even buiten beschouwing gelaten. Stappen we nu even over naar een video over brede welvaart in Nederlandse gemeentes. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. En in welk gebied van Nederland zou dan de welvaart het hoogst zijn? Wel, de hoogste brede welvaart vinden we in de Randstad. Dit kunnen we laten zien op deze figuur. De donkerte van de kleur geeft eigenlijk aan dat de welvaart daar hoger is. Maar de Randstad is natuurlijk niet één gelijkvormig gebied. We kennen allemaal het mooi wonen in het Gooi, maar we kennen tegelijkertijd ook de achterstandswijken in de grote steden. Dus als we hier wat meer op inzoomen, dan zien we dat in de grote steden zelf de welvaart net wat lager is dan in de gemeente daaromheen. En dit patroon, dit zien we eigenlijk ook terug in de rest van Nederland. Ik ben zelf geboren in het dorpje net beneden Nijmegen. Dus als we nu inzoomen op het gebied Arnhem-Nijmegen, dan zien we dat Nijmegen weer net iets lichter is dan de gemeente daaromheen. En hoe komt dit nu? Dat kunnen we laten zien aan de hand van deze visualisatie. In deze visualisatie zien we hier de grote bruisende stad. En in deze grote bruisende stad, daar is recreatie, cultuur, veel uitgaansmogelijkheden, wat je op het platteland veel minder zult vinden.
En in die buurgemeente, daar vind je eigenlijk alle voordelen die je in de grote stad niet vindt. Dus de grote ruimte, veel groen, een sportveld. Al deze dingen die het leven eigenlijk prettig maken in deze wijken en waarvoor je de ruimte nodig hebt. In deze voorstad is het mooi wonen, maar heb je wat minder werkmogelijkheden. Maar dat is geen enkel probleem als je gemakkelijk die grote stad kunt bereiken. Dit maakt dat eigenlijk de welvaart in deze gebieden net iets hoger is. Nu, naarmate we steeds verder weggaan van de grote stad en steeds meer komen in het landelijk gebied en steeds meer komen in een eenvormig gebied, hoe lager die welvaart wordt. Dat komt omdat in zo'n eenvormig gebied vaak bepaalde aspecten die belangrijk zijn in het leven ontbreken. En die vind je dan niet in de buurgemeente. En op dat moment dan kom je dus in de problemen en dan is de brede welvaart nog net wat lager dan in de rest van Nederland. Uit de studie Brede Welvaart in Nederlandse gemeenten volgt dat de samenhang tussen Nederlandse gemeenten heel erg belangrijk is voor de brede welvaart. En welke beleidsconclusies kunnen we daaruit trekken? De eerste conclusie die we eruit kunnen trekken is dat het belangrijk is om samen te werken in gemeentes in een gelijkvormig gebied. Deze gebieden zouden net iets minder eenvormig kunnen worden. Dus dat betekent dat de ene gemeente zich gaat richten op een theater of cultuur en de andere gemeente gaat zich meer richten op sportfaciliteiten. En op die manier kan de hele welvaart in zo'n gebied hoger worden. Belangrijke voorwaarde is dat men natuurlijk wel goede toegang heeft, wederzijds, tussen deze gemeenten. De tweede conclusie is dat het heel erg handig zou zijn om samen te werken tussen de grote stad en de voorsteden die daarvoor liggen. Waarom? Omdat je dan optimaal van elkaar gebruik kunt maken. De mensen uit de grote stad kunnen gebruik maken van de ruimte en de natuur in de omliggende gebieden, terwijl in de omliggende gebieden natuurlijk optimaal gebruik wil maken van de cultuur, maar ook van de werkmogelijkheden in de grote stad. Dus een goede wederzijdse toegankelijkheid is daar heel erg belangrijk. Een derde conclusie is dat als bepaalde gemeenten nu heel erg op elkaar lijken, niet alleen qua kenmerken, maar ook op wat de bewoners van belang vinden, dan juist in die gebieden, dan kun je veel van elkaar leren als je gezamenlijk vergelijkbare opgaven aanpakt. Deze figuur is afgebeeld welke gemeenten in Nederland op elkaar lijken. Niet alleen voor wat betreft kenmerken, maar ook voor wat de inwoners belangrijk vinden. Gemeenten die op elkaar lijken, die hebben dezelfde kleur. En wat je ziet in deze figuur is dat bijvoorbeeld helemaal in het zuiden van Nederland en ook in het noorden, maar ook in het midden, een rode kleur voorkomt. En dat betekent dat daar overal gemeenten zijn die veel op elkaar lijken. En dat zou een indicatie kunnen zijn dat deze gemeenten voor een vergelijkbare opgave staan en dus gezamenlijk goed zouden kunnen optrekken in het aanpakken van deze opgave. Uit de studie volgt dat samenhang heel erg belangrijk is. En als samenhang heel erg belangrijk is, dan is samenwerken dat is ook. Wat we dus in deze video gezien hebben, is dat samenhang en samenwerken eigenlijk heel erg belangrijk is voor de brede welvaart. En nu wil ik jullie meenemen in de onderbouwing hiervan. Hoe belangrijk is die samenwerking precies? Verschilt dat in de verschillende Nederlandse gemeenten? En daarvoor laat ik jullie dit plaatje zien. En in het plaatje staan een aantal gemeenten geordend naar de hoogte van de brede welvaart. Dus bovenaan is een gemeente met de meeste brede welvaart en onderaan staan een gemeente met de minste brede welvaart. En dan de kleurtjes geven aan de variatie in aspecten die daarbij een rol spelen. Dus we hebben een grote hoeveelheid aspecten hierin meegenomen en ieder kleurtje staat hier voor een aspect. En wat je dan ziet is dat er een mooie geleidelijke verdeling is over die aspecten voor de gemeente met een hoge brede welvaart. En dat beeld wordt langzaam verstoord als je naar beneden loopt en als je dus naar de gemeente gaat kijken met een lagere brede welvaart. En wat is er hier nu eigenlijk precies aan de hand? Door hier iets meer op in te zoomen, krijgen we hier een mooi beeld van. Dus laten we nou eens kijken naar typische
typische kenmerken van de grote steden. En die worden gekenmerkt door veel grote creatieve sector, en tegelijkertijd veel recreatie en cultuur. En dat zien we dat dit heel sterk vertegenwoordigd is in die gemeenten met een hoge brede welvaart. En als we gaan kijken naar de gemeenten met een lage brede welvaart, dan gaat er ergens in het midden gaat er iets mis. Dan gaat er één van beide aspecten gaat ontbreken. En dat kun je dan op een gegeven moment niet meer compenseren of goed compenseren met andere factoren. En als je dus gaat kijken naar de gemeenten met de laagste brede welvaart, dan eigenlijk beide aspecten gaan ontbreken. En dan worden die aspecten ook heel belangrijk. Ja, je hebt er bijna niets van, dus het wordt schaars en dan wordt dat heel belangrijk en ga je daar veel waarde aan hechten. En tegelijkertijd, ja, kun je dat niet helemaal ondervangen met nog meer groen in de omgeving. En dat maakt dat dus die samenhang heel erg belangrijk wordt en in hoeverre je dan nog toegang krijgt tot het volledige brede spectrum van alle aspecten van brede welvaart. En het toont ook aan dat je dus als gemeente dus niet moet gaan blind staren op één aspect van de brede welvaart. Het hele spectrum is van belang en daarom heet het ook brede welvaart. En dat brengt mij tot het element van hoeveel kun je dan uit je buurgemeente halen van deze brede welvaart. En dat kunnen we mooi laten zien met een vergelijkbaar plaatje. En in het plaatje zien we weer de gemeente geordend op dezelfde manier. En dan zien we hier een lengte van het staafje. En de lengte van het staafje, dat geeft dus aan welk aandeel van de brede welvaart uit andere gemeentes dan de eigen gemeente worden gehaald. En dan hieruit blijkt dus dat voor heel veel gemeenten, wel zeker 40% van de totale brede welvaart uit andere gemeenten wordt. Wat deze figuur ook laat zien, is dat naarmate die welvaart dus lager wordt, dus in die gemeentes, dat er steeds minder uit andere gemeenten komt. Dus dit geeft een duidelijke indicatie dat er een verband is tussen die samenhang en de hoogte van de brede welvaart. Nu is het ook zo, en dat wil ik eigenlijk gewoon even laten zien, dat het dus niet zo is dat het hier gaat om één aspect. Het gaat hier om meerdere aspecten die een rol spelen bij die welvaart die je uit andere gemeenten haalt. En dus ook hier is het zo dat het niet om één dingetje gaat. Het gaat om meerdere dingen die daar een rol spelen. En stel dat we dit nu op de kaart neerzetten. Dus we hebben net gezegd dat samenhang een belangrijke rol speelt. Oh, ik vergeet even wat. Sorry. Ik wilde nog even laten zien dat dit wederkerig is. Dus dat vaak denken mensen dat het alleen maar belangrijk is dat je die brede welvaart uit de grote gemeente haalt. Dus dat het heel belangrijk is voor die voorsteden dat ze profiteren van de grote stad. Maar de grote stad profiteert zelf ook. Die profiteert ook uit zijn naaste omgeving. Dus natuurlijk is de grote stad die het haalt uit het Groene Hart. Maar het is ook de steden onderling. Dus ja, het kan ook zijn dat iemand uit Utrecht of iemand uit Den Haag naar het theater gaat of naar de opera in Amsterdam. Dus deze interactie en die samenhang tussen gemeentes, dat speelt voor alle gemeentes en dat speelt ook voor de grote steden. En stel dat we nu kijken op de kaart, dan waar in Nederland is dan die samenhang sterker dan in andere gebieden? Dan heb ik het nu al een paar keer gehad over de Randstad. Tja, dat is duidelijk. Dat is een gebied waar veel samenhang is en veel interactie. Maar we zien ook veel samenhang en interactie, bijvoorbeeld in Noord-Brabant, in Arnhem-Nijmegen en in Noord-Friesland. Dan kom ik zelf ook uit Sint-Willebord, daar ben ik woonachtig. En dat is een beetje aan de rand van deze cirkel in Noord-Brabant. En daar vindt natuurlijk ook al veel interactie plaats. Gemeentefinanciën worden gezamenlijk georganiseerd in een flink deel van Brabant. En voor de afvalscheiding moet ik naar de buurgemeente toe. Dat zijn voorbeelden van hoe daar interactie plaatsvindt. En dat betekent dat we natuurlijk ook niet zeggen dat er nu geen interactie is. En dat laat het beeld ook zien. Vallend is natuurlijk ook
deel van Friesland, waar dus eigenlijk ook al veel interactie plaatsvindt. En wat zou er dan aan de hand kunnen zijn dat die welvaart daar in dat gebied toch lager is? Nou, een belangrijke oorzaak daarvoor zou kunnen zijn dat het gebied toch net iets te eenvormig is. En dat meer variatie in het gebied eigenlijk die welvaart verder zou kunnen opsturen. Uiteindelijk, als we kijken als Nederland als geheel, ja, dan valt toch met name op die geweldige interactie in dat Randstadgebied. En waar komt dat nou door? Ja, dat gebied is nu eenmaal heel erg gevarieerd en je kunt er alle aspecten van de brede welvaart vinden. En hoe meer interactie daar plaatsvindt, ja, hoe meer dat die welvaart eigenlijk omhoog wordt gestuurd. En dat geldt dus niet alleen voor die gebieden rond die grote steden, maar ook die grote steden zelf. Die profiteren daar ook van. Ja, brede welvaart, dat heb ik dus nu net laten zien, gaat dus niet alleen over het integraal beschouwen van verschillende aspecten van de brede welvaart. Het gaat ook duidelijk over het integraal beschouwen tussen de verschillende gemeenten. Dus het gaat net een stapje verder. En die samenhang tussen die gemeenten kan dus een hele belangrijke rol spelen voor de hoogte van de brede welvaart. Hiermee heb ik de belangrijkste conclusies uit ons onderzoek gepresenteerd en ik kijk echt uit naar de reactie, ook van de zaal en de discussie. Dank u. Dankjewel, Mark. Nou, er komen al vragen uit de chat, dus, dus dat is mooi. Een eerste vraag die ik zelf had is, wat zijn de gevolgen hiervan nu voor het regionale beleid? Je hebt al aangegeven dat samenhang en samenwerking nodig is, maar kan je nog wat dieper daarop reflecteren? Zeker. Als we kijken naar het... Er gebeurt hier van alles met mijn computer, excuses. Ah, ja. Ik zie dat je opgeleid bent. Dan word ik even heel sterk afgeleid. We zien je nog goed in beeld, dus dat... jij bent nog scherp te zien. Als we kijken naar beleid, hebben we net al gezien dat dus... die samenhang heel erg bepalend is. En daarmee kan het gemis aan samenhang in bepaalde gebieden dus eigenlijk ook wel een indicatie zijn voor een aantal gemiste kansen. Dus het kan zo zijn dat, waar ik net ook al op wees in het kader van Friesland, dat het gebied misschien net iets eenvormiger is. Dat we eigenlijk moeten gaan werken aan meer toegankelijkheid tussen verschillende gemeentes, om daar meer interactie tot stand te brengen. Dus dat is een van de... Om denk ik sterke conclusies die eruit volgen. En dat voornamelijk dat gericht zijn op die samenhang, dat soms nog wel eens mist. En ook dat je eigenlijk kunt leren van gemeentes uit hele andere delen van Nederland. En dat daarbij ook samen optrekken misschien ook een belangrijke rol kan spelen om de brede welvaart te verhogen. En ja. Over het algemeen zijn we natuurlijk als gemeente toch voornamelijk gericht op die buurgemeente. En dat kan ook een rol hierin spelen. Sorry even voor mijn verwarring, maar ik zag even een zwart scherm hier voor de mensen. Ja. Ik ben even terug bij jou. Dankjewel. In navolging van je antwoord zou ik in de chat en de mensen thuis in ieder geval willen oproepen en alvast de vraag voor willen leggen. Welke voorbeelden zij zien in hun beleidsomgeving die overeenkomen met de problematiek uit jouw onderzoek? En ook wat voor voorbeelden van samenwerking worden ingezet om brede welvaart te verbeteren? Dus die oproep willen we alvast doen. Dus als jullie daarop met ons willen delen, heel graag. En dan kunnen we dat later in de discussie ook inbrengen. We hebben in ieder geval een vraag binnengekregen van Ellen van Rees. Zij is zelfstandig adviseur duurzaamheid. En zij vroeg zich af wat nou het verschil is tussen brede welvaart en geluk. Zou je daar misschien iets over kunnen zeggen? Ja, ik zie aan je gezicht dat je die niet had verwacht, maar dat zijn de leuke vragen, toch? Dus kan je daarop reflecteren? Ja, dat is zeker een hele mooie vraag. Ik ben wat in het vakgebied noemen geen geluksonderzoeker. Maar het grote verschil is eigenlijk dat geluk gaat veel meer over de realisatie, gaat veel meer over... Wat mensen dan voelen wat er uit is gekomen.
Terwijl je bij het brede welvaartsonderzoek veel meer kijkt naar de bronnen voor die brede welvaart en hoe je dat dan kunt realiseren. Dus dat, daar zit een flink nuanceverschil tussen. En natuurlijk zit er aan de andere kant ook overlap tussen, maar het grote verschil is eigenlijk dat, ja, terwijl je heel veel mogelijkheden kunt hebben om die welvaart wel te bereiken, dat misschien je dat ook gedeeltelijk weer niet realiseert. En dat kan dus ook weer een verschil maken, dus of je je dan gelukkig voelt of niet. Dus dat maakt een belangrijk verschil tussen deze twee type onderzoeken. Dankjewel. En dan hadden we nog een andere vraag over wat... je geeft aan dat de voorkeuren van inwoners belangrijk zijn voor brede welvaart. Maar hoe stabiel zijn die voorkeuren? Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Dat is een hele moeilijke vraag. Die ik eigenlijk alleen maar echt speculatief kan beantwoorden. Want daar hebben we best wel beperkt onderzoek naar gedaan. Wat natuurlijk wel duidelijk is, is dat er zijn hier twee verschillende type onderzoeken die je hiernaar kunt doen. Dus je kunt onderzoek doen naar reveal preferences. En dat lijkt best wel stabiel te zijn. En wat bedoelen we met reveal preferences is wat we afleiden uit het gedrag. En ik denk dat, ja, zeker als we dit relateren aan onderzoek naar mensen vragen wat ze belangrijk vinden, dat juist bij dat tweede deel van het onderzoek veel meer variatie voorkomt. We hebben beide onderzoeken in dit onderzoek gecombineerd. Ik zelf hecht vrij veel waarde aan revealed preferences onderzoek, dus wat je uit het gedrag van mensen kunt afleiden, en dan lijkt het best wel behoorlijk stabiel te zijn. Oké, dankjewel. Ik stel voor om, wat je al zei, ik ben nieuwsgierig naar wat Marijn en Josse ervan vinden. Dus dank voor deze toelichting nu. We komen straks verder in het programma weer bij je terug. Maar we gaan nu eerst naar Marijn Molema, van het Fries Sociaal Planbureau. Marijn, kan je ons meenemen in hoe jij kijkt naar deze conclusies van het onderzoek van Mark en van Jeroen, en of je dat herkent of niet, en wat jouw ideeën daarbij zijn. We zijn heel benieuwd. Dankjewel Femke, dankjewel ook Mark voor deze mooie presentatie en dankjewel voor de uitnodiging. Friesland is verschillende keren aangesproken. Het is heel mooi dat ik vanuit mijn achtergrond als we als programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau daar wat over mag zeggen. Hoewel ik geen Fries ben, maar Groninger, dat wilde ik ook nog even gezegd hebben. Maar ik wil eigenlijk graag wat zeggen over de studie, hoe je de studie zou kunnen gebruiken vanuit twee perspectieven. Dus het perspectief van bovenaf, zeg maar. Het perspectief waarin we zo mooi die hele kaart van Nederland met die verschillende kleurtjes blauw, zeg maar, voor ons zien. Daar ga ik eerst wat over zeggen en daarna wat over het perspectief van onderop. Dus wat je nou kunt vanuit een regionaal perspectief met de studie, zeg maar. Ten eerste dus dat van bovenaf. Ik ben echt heel enthousiast over deze studie. Ik denk dat het ons enorm gaat helpen. Het geeft ons conceptuele handvatten om op een bredere en veel genuanceerdere manier te denken en te doen als het gaat om regionale ontwikkeling. Het thema van regionale ontwikkeling, dat is veel benaderd vanuit de economische verschillen. Dus we hebben lang gedacht van we moeten die verschillen opheffen. Later dachten we weer, nee, we moeten juist de verschillen moeten we juist benadrukken, want de sterke gebieden sterker maken. En nu is het een beetje zoeken naar een andere taal, nu we dus leren breder te denken. We zoeken naar andere concepten die ons dus op een bredere en genuanceerdere manier leren omgaan met verschillen in Nederland. Nou, ik denk dat het heel mooi is dat je dus met die 6, 7 waardepatronen die koppelt aan statistische indicatoren, daar ook de regionale samenhang in verwerkt. En ook nog eens de voorkeuren van mensen. Nou, dat vind ik echt een hele mooie innovatie die we hopelijk goed gaan gebruiken. En die ook vanuit een rijksperspectief
laten we zeggen, ook urgentie geeft om na te denken over die verschillen en waar de verschillen misschien ook echt te groot worden. En aan welke aspecten je dan zou kunnen werken om die verschillen wat minder groot te laten worden. Aspecten dus breder dan dat economische alleen. Dus dat ten eerste. Ten tweede nog, denk ik ook dat het ons handvatten biedt om voorbij het... ja, toch wat obligate onderscheid stad en platteland te denken. Dat echt een bestuurders en ook wel een beetje een onderzoekersonderscheid. Ik denk dat het voor veel gewone burgers helemaal niet speelt. Stad, platteland, het zijn toch ook... ja, mensen wonen in gebieden en werken weer in andere gebieden... die we dan steden noemen en wonen dan ergens anders. Dus dat in wezen is daar al een soort... ja, men zegt ook wel daily urban system ontstaan, een systeem waarin mensen zich bewegen en waarin stad en land veel geïntegreerder zijn dan vaak gedacht wordt. Goed, dus dat ten eerste. Dan nu het perspectief van onderop. Wat kan een regio hier nou mee? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk bruikbaar, hè, dit ook voor de gebieden die het goed doen, want die kunnen dan kijken van, goh, hoe kunnen we nou, hè, bijvoorbeeld die voorsteden, the best of both worlds, wat kunnen we nou doen, ook gezien de woonopgave die eraan komt, om die mooie wereld te behouden. Maar voor de regio's die wat de lagere welvaart hebben, is het ook wel een beetje een wake-up call, hè, van, er moet echt wel wat gebeuren in die gebieden. En toch, als ik dit rapport zie als een spiegel waarin je kunt zeggen van nou ja, ik doe het ontzettend goed, het gaat super. Of ik zit ergens in het midden, hè, van die welvaart, nou ja, goed, ja, tja. Of je zit juist heel laag, dat is dan best wel deprimerend, denk ik. Het gaat in al die gevallen die ik noem, gaat het om een zekere competitie. Dat je je als regio op een soort ranglijst plaatst. En ja, aan wie moet ik dan denken als ik het woord spiegel kruis met het woord wedijver, met competitie? Ik moet dan heel erg denken aan de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Hè? Van spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste regio van het land? Nou, we weten allemaal dat het niet goed afgelopen is met die stiefmoeder. En ik denk dat regio's dan ook zeker zichzelf moeten behoeden voor dat stiefmoedercomplex. Van ik ben de beste of ik ben de slechtste. En dat is best wel lastig natuurlijk. Hè? Zeker als de kop dan is, de Randstad heeft de hoogste welvaart en de regio de laagste welvaart. Ja, ga dan maar eens nog eens jezelf behoeden om jezelf zo in een rangorde te plaatsen. Ik denk dat je jezelf kunt behoeden toch door ook andere methoden die misschien wat minder van het mathematische, statistische aard zijn zoals we ze hier gepresenteerd krijgen. Dus wel statistiek, maar misschien ook wel breder dan statistiek en modellen. Ook met instrumenten van dialoog. Dus dan heb je misschien wel een iets andere werkelijkheid of een iets andere logica. Misschien een iets meer discursieve logica om je eigen krachten en je eigen brede welvaartsaspecten, laten we maar zeggen, over het voetlicht te krijgen. En ik denk dat de regio uiteindelijk... Het meeste verder helpt als het gaat om het herkennen en ook het erkennen van de eigen krachten waarmee het zich dan verder ontwikkelt. Wat niettemin, en daarmee eindig ik ook mijn co-referaat, wat ik niettemin heel waardevol vind, is dat deze studie ons ook helpt om niet alleen naar de eigen gemeente of de eigen regiogrenzen te kijken, maar ook breder kijkt dan die eigen grenzen en zeg maar de complementariteit zoekt in die aspecten van brede welvaart die het zelf niet heeft, maar die het wel in een andere naburige gemeente kan vinden. En ik denk dat de opdracht is, denk ik, aan gemeenten om samen met de buurgemeenten zo'n soort introspectie te doen van waar is gemeente A goed in, waar is gemeente B goed in en hoe kunnen wij dat gezamenlijk ook presenteren naar onze burgers toe en vervolgens ook naar de buitenwereld. Dus die regionale samenhang, dat is echt een heel mooi perspectief wat hier geopend wordt. Dus ik hoop dat we er met z'n allen mee aan de gang gaan om deze kennis te verspreiden over de regio's, maar dus ook bij de Rijksinstellingen. Dankjewel.
Dankjewel, Marijn. Ik vroeg me nog af, je geeft aan van hoe behoeden we voor het stiefmoedercomplex? Nou, uiteraard gaan we die vraag straks terug bij Mark leggen. Maar als je andersom een van de lessen waarop gedoeld wordt, is die samenwerking bevorderen. En je geeft ook aan van dat je dat een mooi aanknopingspunt vindt. Ik was benieuwd, wordt er in Friesland al samengewerkt met buurgemeenten of met regio's met vergelijkbare uitdagingen om brede welvaart te verbeteren? En kan je daar bijvoorbeeld een voorbeeld dan van geven? En wat de voordelen zijn of waar ze tegenaan lopen daarmee? Ja, ik zou graag een voorbeeld uit mijn eigen gemeente Heerenveen nemen. Ik denk dat die ongeveer halverwege het bewustwordingsproces zit van de noodzaak tot regionale samenwerking. Gemeente Heerenveen heeft samen met 4 andere gemeenten een regio-deal gesloten. En in die beleidsteksten komt dat heel, heel duidelijk naar voren. Hè? Van ja, we gaan de regio verbeteren. Maar als ik dan de deur uitloop, dan staat hier een vlag. En dan word je welkom geheten in Heerenveen. Nee, in de regio Heerenveen. Dus u kunt zich wel indenken wat men daar in Drachten en in Wolvenga van vindt, de regio Heerenveen. Hè? Dus ik wou hier maar mee aangeven dat het regionale denken zit echt nog niet goed genoeg tussen de oren. Dat eigenlijk op die vlag had moeten staan, welkom in de regio Zuidoost-Friesland. En dat er dus die kwaliteiten van, nou ja, van de werkgelegenheidscentra, hè, waar Heerenveen en Drachten wel toe behoren, dat je die ja, in één adem noemt met de kwaliteiten van bijvoorbeeld een gemeente Opseland, waar hele mooie bossen staan. En weet zich zwaar onder andere, hè, waar af en toe wel coalitiebesprekingen plaatsvinden zelfs. Dus ja. Dat denk ik dat men daar dus halverwege is. En dit rapport helpt denk ik wel om nou toch de noodzaak van die complementariteit over het voetlicht te brengen. En wat is dan de rol van het Fries Sociaal Planbureau daarbij? Hoe brengen jullie dit verder? Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, wij proberen dat met onze werkzaamheden proberen wij. Aan de ene kant dus proberen de brede welvaart met behulp van statistieken over het voetlicht te brengen. Aan de andere kant proberen we met dat soort instrumenten ook de dialoog aan te gaan met ambtenaren, bestuurders. Na verloop van tijd hoop ik ook met burgers om zeg maar dat denken in termen van brede welvaart, om dat ook echt, om dat ook echt voorop te stellen. En daarvoor moet je die dialoog aangaan en dat proberen wij dus te voeden met onze studies. Dankjewel. Ik wil nu even terug nog naar Mark, want je prikkelde natuurlijk wel met die opmerking. Mark, wil je reflecteren op die opmerking over het hoe behoeden we voor het stiefmoedercomplex? En een tweede vraag waar in de chat heel veel vragen over zijn, die ik in de slipstream wil meegeven is, in hoeverre je rekening hebt gehouden met uitsortering. Wonen er in landelijke gebieden niet juist mensen die bijvoorbeeld ook minder gebruik willen maken van creatieve en culturele sectoren? En is het wel altijd zo wenselijk om zo breed mogelijk te willen? Dat zijn vragen die heel erg leven in de chat. Dus of je daar ook vragen op wil reflecteren en hoe je die aspecten dan hebt gewogen. Schermen voor het stiefmoedercomplex, dat vind ik in zekere zin een moeilijke vraag en andere zin een makkelijke vraag. Ik vind hem moeilijk omdat, ja, kan mij, ik weet niet hoe je andere mensen heel goed moet beschermen voor iets. Dat vind ik het hele moeilijke deel van de vraag. Het hele makkelijke deel en het makkelijke antwoord is dat ik het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vind. Want het gaat mij niet zozeer om dat lijstje van wie staat er nou bovenaan of onderaan. Kan er nog wel 20 plaatsen hoger of lager zijn. Dat is ongeveer de betrouwbaarheid die we in deze studie hebben. En het gaat er veel meer, het gaat er om wat maakt dat bepaalde gemeentes om die plek staan. En daar zie ik dus wel een probleem. Je kunt dit dus niet verhullen. Dus zodra je het gaat verhullen, dan weet je ook niet meer waarom iemand op die plek staat. En dan weet je dus ook niet meer wat de drijvende krachten zijn van die brede welvaart in die regio. En hoe dat dan helemaal samenhangt. Dus het gaat om de onderliggende redenen die dat niveau van die welvaart bepalen. En is het dan zo dat
dat je gemeentes kunt beoordelen op het niveau waarop zij eventueel staan. Nou, natuurlijk helemaal niet. Ik heb juist de hele tijd laten zien dat die samenhang dus heel erg belangrijk is. Dus voor een groot gedeelte van die brede welvaart, die komt dus uit andere gemeentes. En dus dat betekent dat je daar ook niet als gemeente weer verantwoordelijk voor kan zijn. En een ander onderdeel hiervan is dat, ja, brede welvaart is iets wat we met z'n allen, zeg maar, creëren. Dat is niet iets wat alleen maar de overheid creëert. En wat je dan dus als resultante op je bord krijgt als zijnde de inwoner. Nee, dat doen wij ook gezamenlijk. En dat is ook, heeft ook te maken met de bedrijvigheid. En hoe de regio zich ontwikkelt. Dus dit zijn allemaal redenen waarom je dat helemaal niet zomaar kunt afrekenen op een gemeente. En ja, de locatie zelf is dus ook van belang. En daar kunnen we ook niets aan doen. Dat is niet helemaal zo. En ja, daar is heel veel literatuur ook over. Dat alles gerelateerd aan agglomeratieffects en dergelijke. Ja. Ja, dat is nu eenmaal zo. Daar kunnen we niets aan doen. En dat kunnen we ook niet veranderen. En dat kunnen we ook niet ontkennen. Maar we moeten er juist gebruik van maken om dat juist op die manier om te draaien, dat we eigenlijk daar op een of andere manier zoveel mogelijk van kunnen profiteren. En dat we dan dus toch beter van worden allemaal. Dus dat is mijn antwoord daarvan. Er was nog een tweede vraag die je me stelde, Femke. Even heel kort, even halen. Ja, de tweede vraag, dat is het gevaar als je twee vragen had. De tweede vraag is, in hoeverre houden jullie rekening met uitsortering? Oh. Dus wonen er in landelijk gebieden niet juist de mensen die bijvoorbeeld ook minder gebruiken willen maken van de recreatieve of de culturele sector? En is het wel noodzakelijk om dan naar zo gevarieerd of zo breed mogelijk om daarop te sturen? Ja, dat is ook een hele mooie vraag. En eigenlijk in ons onderzoek, ik heb het net al even aangestipt, dan maken we gebruik van twee type bronnen waarop we die waardering baseren. Dat ene is dus het gedrag van mensen en het andere is wat mensen hebben aangegeven als zijnde wat hij belangrijk vindt. Maar op dat eerste deel, dat gedrag van mensen, daar gaan we eigenlijk zo extreem mogelijk uit van uitsortering. Dus ja, je kunt me eerder beschuldigen van het feit dat ik daar te veel rekening mee houd dan dat ik daar te weinig rekening mee houd. Want eigenlijk gaan we ervan uit dat iemand echt een rationele keuze heeft gemaakt waarom dat hij ergens wil gaan wonen. En dus dat hij daarmee houden we dus rekening dat mensen die dus in het buitengebied gaan wonen, iemand als ik woon in het buitengebied, dat ik dus daar heel bewust voor gekozen heb en dus heel graag die ruimte wil hebben en het groen in de omgeving en dat ik dat heel belangrijk vind. En dat vond ik ook en dat vind ik nog steeds, maar dat is, ja, uitsortering, wij doen dat eigenlijk in extreme met deze studie. En dan nog steeds vinden wij dus die welvaartsverschillen. Dat is eigenlijk dan nog steeds de uitkomst van de analyse. En dan de laatste vraag en dan stel ik voor dat we naar Josse gaan. Die gaat over hoe je dat dan toepasbaar maakt. Dus als iedereen in de randgemeente gaat wonen, dan krijg je heel veel mobiliteit. Dus hoe ga je daar dan praktisch mee om? Wel, de bestaande mogelijkheid tot mobiliteit nemen wij natuurlijk mee in de analyse. Dus dat is wel in een statisch perspectief beschouwd. En ja, daar zit een dynamiek in dat je natuurlijk als je die mobiliteit gaat veranderen, dat dan ook, ja, de wereld weer verandert en dat je dan dus inderdaad verschuiving kunt gaan krijgen in waar je zou willen gaan wonen en dus daarmee ook, ja, wel verschuivingen kunt krijgen van wat dan de welvaart is in die en dat is dan juist eigenlijk waar we in de conclusies op aansturen, dus dat er een trade-off is en dat je dus eigenlijk kunt kiezen voor meer variatie in gebieden en dus meer je aspecten halen in je eigen gemeente of in de gemeente daar dicht omheen of wat verder weg, maar dat moet je dus in samenhang beschouwen met het hele mobiliteitsvraagstuk. En andere vormen waarop je toegankelijkheid kunt verbeteren. Dus misschien een aspect in de gemeente. Ook een mooie vraag. Dank je, Mark. Er blijven nog vragen komen, maar we gaan eerst denk ik even door naar Josse. Josse, fijn dat je bij ons bent. Josse de Voogd. We zijn benieuwd naar jouw reflectie op het onderzoek van Mark. En of het herkenbaar is vanuit jouw expertise op het vlak van geografie, politicologie en sociologie. En het woord is aan jou. Ja,
hartstikke bedankt. Leuk om hier te mogen spreken. Helaas wordt mijn brede welvaart op het moment een beetje aangetast doordat ze hier met een drillboor voor het huis bezig zijn. Ik weet niet, is het te doen? Ja, voor mij wel. Volgens mij voor de anderen zie ik ook ja knikken. Okay, dus, ja, ik heb het goed hoorbaar. Komt dat over? Maar, ja, en zo niet, dan laat ik het even weten. Ja, nou, hartstikke leuk. En ja, Mark en Jeroen, gefeliciteerd met de studie. Ik heb met veel plezier helemaal doorgekeken. Hele goede verrijking, denk ik, van dit debat. Een verrijking ten opzichte van puur economische cijfers. Tegelijk denk ik van er kunnen ook nog wat lagen, denk ik, aan toegevoegd. Maar daar kom ik zo, waardoor het beeld eigenlijk steeds completer wordt van hoe zit het land wat brede welvaart betreft in elkaar. Allereerst over het brede welvaartsbegrip. Ik ben het heel erg mee eens. Het gaat om veel meer dus dan die economische cijfers. Dat zie ik ook in mijn eigen werk. Bijvoorbeeld ook in die laatste atlas van Afgehaakt Nederland met René Cuperus. Dus dat ook gezondheid, sociale samenhang, grip op het leven, kwaliteit van de leefomgeving. Tegelijk moeten we soms denk ik ook wel oppassen met het woord. Omdat ik denk van... uiteindelijk is de belangrijkste basis natuurlijk wel dat je economisch gewoon rond kunt komen. Dus een bepaalde smalle welvaart juist. Best wel veel mensen verliezen dat in toenemende mate, denk ik, de laatste tijd. Door allerlei omstandigheden in de samenleving. En dan kan het soms wat vervelend zijn van als het dan de nadruk zo op niet-economische factoren ligt misschien. En ik vond het mooi dat Bhutan kwam langs in het stuk. Als een voorbeeld van een land dat kijkt naar, naar bruto nationaal geluk, zeg maar wel een bepaalde ondergrens hanteert, waarbij ze kijken van qua welvaart moet je daar niet onder zakken, want anders dan is het allemaal niet zo relevant meer, die brede welvaart. En ik vind het heel goed, de variëteit aan typologieën die is toegevoegd. Ja, dit soort kaartjes, ik kan daar gewoon echt van smullen van hoe Nederland in verschillende gemeentes verdeeld. En ik merk dat ook bij reizen door het land van je staat in Schagen of in Goes en van maar dit is precies hetzelfde. Dit ligt 3 uur reizen uit elkaar, maar dit lijkt veel meer op elkaar dan andere plaatsen die soms heel dicht bij elkaar liggen of zo. Dus dat vind ik altijd heel mooi. En ook om voorbij dat beeld te komen van stad versus platteland, randstad versus regio. Het is allemaal veel diverser en diffuser. Soms krijg je dan gauw een beeld van stad heeft minder goede brede welvaart, maar sterker economie en platteland andersom. Maar in deze studie zie je van maar er zijn veel meer gradaties tussen. Met dus ook die randen rond die steden waar je eigenlijk het beste van beide bijvoorbeeld hebt. Ook mooi hoe er over gemeentegrenzen heen is gekeken. Want die gemeentegrenzen zijn altijd maar willekeurig. Geldt net zo goed voor mijn stemgedragonderzoek natuurlijk. Je ziet gewoon die woningmarkt ook. Dat zijn natuurlijk veel grotere eenheden dan waar precies die grenzen lopen. Mark noemde het net al even van misschien wel iets te veel rekening gehouden met die rationele keuze van bewoners. Dat gevoel had ik ook een beetje. Tegelijk denk ik van je moet toch een maat vinden om dit te berekenen. Je kunt niet alle bewoners van Nederland interviewen. Dus wat betreft wat beschikbaar is, is dit een goede methode. Maar ik dacht wel van misschien moeten oppassen niet te overschatten hoe vrij bewoners hun woonplaats kiezen. Ik denk dat dat heel sterk geldt voor mensen met een hogere opleiding die bewust ergens zijn gaan studeren in een stad. En je ziet het hier rond Utrecht van de rechtse elite kiest voor Bos en Duin en de linkse elite eerder voor Culemborg of zo. Van zo'n ecowijk naast het station. Die sorteren zich heel bewust uit waar ze zich thuis voelen bijvoorbeeld. Voor heel veel mensen is het echter gewoon heel simpel. Ik ben hier gewoon geboren en hier woont mijn familie. En dat is gewoon zo en zal altijd zo zijn. Van de gemiddelde ouder-kindafstand, die is altijd veel lager dan in mijn hoogopgeleide bubbel, blijkt elke keer weer. Wat dat betreft, dat is ook weer een gelaagd verhaal van een deel van Nederland verhuist heel makkelijk en een deel is heel honkvast en dat bestaat naast elkaar. Wat betreft soms iets te veel vanuit de hoogopgeleide blik, dacht ik misschien wat de creatieve sector iets wat overgewaardeerd. Ik denk dat een bouwvakker uit een bouwvakkersdorp misschien gewoon liever een schuur in zijn achtertuin bouwt zonder gedoe met de overheid dan of er een broedplaats is of zo. Ik vond lastig soms de kwaliteit van het landschap. Dat volgens mij vooral gewoon ging om hoeveelheid groen. Dat kan natuurlijk van een heel verschillende kwaliteit zijn. Een net aangelegd park met een paar populieren in de Haarlemmermeer. Weegt dat wel even zwaar als de eeuwenoude bomen rond Bloemendaal of zo. Dus dat, ik zag dat eigenlijk die ring van gemeenten rond de grote steden eigenlijk allemaal redelijk vergelijkbaar werden gewaardeerd. Terwijl ik denk,
ja, als je toch kijkt naar de plek en hoe mensen dat waarderen, dat is natuurlijk ook gauw weer subjectief, dat is ook voor iedereen anders, maar ja, er zijn wel eens onderzoekjes naar, hè, van hoe worden gebieden gewaardeerd. Ja, dat, dan zie je Haarlem of ja, Bloemendaal wel wat, een stuk hoger dan Haarlemmermeer bijvoorbeeld. Dus dat zou nog iets kunnen zijn om het te verrijken van, ja, wat vinden, dus dan ga je wat meer visueel morfologisch kijken in plaats van alleen maar afstand tot werk of schouwburg of zo. Ja, dan zou ik denken dat misschien toch de zuidvleugel van de Randstad ietsje daalt en bijvoorbeeld de regio Amersfoort, Arnhem misschien wel toch ietsje omhoog gaat qua ja, relatie tussen aantrekkelijkheid, landschap versus bereikbaarheid. Buitenland werd nog genoemd, dat het niet is meegenomen, dat het nog zou kunnen, ja, dat het misschien brede welvaart vanuit over de grens bij zou kunnen dragen als je het wel zou tellen. Tegelijkertijd ook alweer zouden kunnen ook nadelen over de grens komen. Dat geldt eigenlijk zelfs wel voor buurgemeenten binnen Nederland, dat je naast voordelen misschien soms ook een nadeel hebt. De rook van Tata Steel die eigenlijk vanuit Velsen over de buurgemeente gaat bijvoorbeeld. En ja, wat betreft overlast over de grens, dacht ik bijvoorbeeld aan de grensregio's met de koffieshop, zeg maar. Van enerzijds kun je in Antwerpen gaan shoppen, anderzijds, ja, die plaatsen langs de grens hebben daar vaak wel last van gehad in het verleden. Soms wil men ook bewust eigenlijk de voordelen misschien van de buurgemeente wat buiten houden, omdat men vindt, bang is dat ook de nadelen komen. De tram in Ridderkerk bijvoorbeeld, ja, die wil men eigenlijk liever niet, want hou die stad maar op afstand. Viel men nog op van ja, hoe enorm positief per brede welvaart de Randstad eruit springt. En ja, dat zie je wat minder in economische cijfers als je puur kijkt naar opleiding en inkomen. Ja, dat heeft toch te maken, denk ik, dat ja, wat oudere mensen met een stabiel inkomen of een pensioen, ja, die trekken een gemeente als Lochem bijvoorbeeld heel erg omhoog, hè, qua welvaart. Maar ja, qua dynamiek, qua werkkansen, ja, zit je toch beter in Amsterdam. Dus in die zin een klassieke inkomenskaart onderschat misschien de kracht van de Randstad en de brede welvaart daar. En dat vond ik hier heel mooi aan, van inderdaad die optelsom, want dat is zeg maar de kracht van dat gebied, van dat je altijd al die verschillende typologieën gewoon heel erg dichtbij hebt en hoeveel meerwaarde dat dus eigenlijk geeft. Ik dacht nog aan het zeven vinkjes verhaal van Joris Luijendijk van vorige week. Ja, dat wonen in de Randstad is een vinkje erbij. Anderzijds is het ook wel weer zo van, als je het daar dan niet helemaal maakt, is er ook alweer een hele sterke relatieve deprivatie die je misschien op een of andere manier ook wel weer zou kunnen meten. Van, ja, als je er wat minder inkomen hebt, is je woonomstandigheid over het algemeen slechter waarschijnlijk dan in de rest van het land. Het kan ook schrijnend zijn dat enorm succes en armoede naast elkaar, iedereen uit eten naar de film Schouwburg, maar je kunt het zelf niet betalen, ja, dan is dat misschien minder confronterend op een andere plek. En dan zijn er nog natuurlijk wat zachtere waarden als ja, sociale samenhang, gezondheid. Ja, die werden ook eigenlijk genoemd aan het eind van de studie van om nog op verder te gaan. Daar was ik het wel mee eens. Dus gezondheid, sociale relaties, kwaliteit, bestuur werd er genoemd. Ja, dit is natuurlijk puur kwantitatief op basis van ja, de gegevens van die gemeente. Nou, wat in onderzoek naar stemgedrag en naar opkomst bijvoorbeeld opvalt, dat hangt natuurlijk voor een groot deel is het gewoon een weerspiegeling van wie wonen er in die gemeente. Mensen met een praktische opleiding, mensen met lage inkomen stemmen bijvoorbeeld vaker niet of stemmen op een, ja, wat we dan een buitenstaande partij of protestpartij noemen. En toch, in sommige gebieden is de opkomst veel lager en het aandeel proteststemmen is veel hoger dan je op grond van die samenstelling van de bevolking zou verwachten. En in sommige gebieden is het precies andersom. Geldt ook voor gezondheid. Die is eigenlijk, ja, mensen met lager inkomen, lage opleiding zijn minder vaak, voelen zich minder vaak gezond. Maar als je daarop corrigeert, dan valt eigenlijk op, ja, in West-Brabant, dat heeft het CBS mooi onderzocht, daar is die gezondheid eigenlijk te slecht. En in Friesland, Overijssel, is die beduidend hoger. Ik spreek wel eens over een burgerschapszone die van Zuidwest naar Noordoost-Nederland loopt. Er zijn vaak gebieden die nog relatief kerkelijk zijn of van oudsher protestants inmiddels niet meer, maar toch sterker aangehaakt bij de natiestaat die ja, een sterk sociaal vertrouwen hebben, veel vrijwilligerswerk, hoge opkomst bij verkiezingen, veel intermenselijk vertrouwen, politiek vertrouwen, die zich toch niet helemaal laat verklaren dus door ja, andere kwantitatieve gegevens over inkomen, opleiding. Nou, het zou heel mooi zijn het daar nog eens verder mee te verrijken, want als ik kijk naar die kaarten van brede welvaart, ik heb het idee dat bijvoorbeeld Zeeland en Friesland, dat de brede welvaart daarvan iets wordt onderschat. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld onderzoeken naar geluk. Dat ja, daar over het algemeen hoger ligt. Dus dat zou nog een mooie ja, verrijking zijn.
Nou, stemgedrag naast leggen is natuurlijk mooi. Ik denk dat dat nog wat meer verfijning kan geven. Dat je ja, op gebieden die op grond van afstand ten opzichte van voorzieningen heel vergelijkbaar zijn. Als je daarop inzoomt, zie je toch wel, oh, maar wacht, die ene randgemeente van de stad, daar is de opkomst heel laag en wordt heel veel op protestpartijen gestemd en die andere niet. Ja, dan zit het hem wat meer in, ook in die gebieden met protestpartijen zijn natuurlijk die voorzieningen relatief dichtbij, maar dan is het toch door woningvoorraad en dergelijke, of minder aantrekkelijke omgeving, hoe het eruit ziet, komen daar blijkbaar die groepen kiezers terecht. Speelt soms ook op heel lokaal niveau, bijvoorbeeld krimp, hè. Een wijk is in een bepaalde tijd gebouwd, na 30 jaar ontstaat er verloedering, zijn er minder gezinnen, dus de scholen die moeten sluiten en dan ja, kan je op heel lokaal niveau toch een gevoel van krimp in zo'n succesgebied zeg maar krijgen. Dus ja, dat zou nog een mooie verrijking erbovenop zijn. Dus ja, toch iets meer ook nog kwalitatief kijken van hoe zit dat verder precies in elkaar. Nou, misschien ook van type beroepen die op bepaalde plekken wonen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, je ziet toch overal waar proteststemmen zijn, waar laag opkomst is, zijn heel vaak industriegebieden. Die kunnen ook midden in de Randstad in een verder succesvolle omgeving liggen. Maar ja, dan werken er relatief veel mensen in die sector die dan toch klappen heeft gehad in de afgelopen decennia door outsourcing naar het buitenland of meer flexibele contracten. Dus zo zitten er op microniveau toch nog wel heel veel contrasten, ook weer binnen die ogenschijnlijk succesvolle ring rond Amsterdam bijvoorbeeld. Maar ja, op weg daarnaar is dit echt een fantastische verrijking ten opzichte van ja, van eerdere studies, wat mij betreft. Dus, bedankt. Dankjewel, Josse. Dank voor je reflectie en mooie aanvullingen en verrijkingen voor de methode. Die zullen we straks uiteraard voorleggen aan Mark. Nog een vraag voor jou is, zou het beleid gericht op het vergroten van brede welvaart in de regio, waar eigenlijk Mark suggesties voor doet hoe dat te doen, in samenwerking en in samenhang, een deel van het antwoord kunnen zijn om het afhaken van delen van de bevolking in delen van het land tegen te gaan? Dus eigenlijk omgekeerd geredeneerd van ja, hoe dat op jouw onderzoek en voor de beleidspraktijk relevant zou kunnen zijn. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar van wat zijn nou de plekken bijvoorbeeld binnen de Randstad die heel hoog scoren op ja, protestpartijen bijvoorbeeld. Nou, dan zijn er toch wel gebieden die soms binnen dan wat het centrale deel een beetje van Nederland is, toch relatief perifeer liggen. En ja, dan kunnen bijvoorbeeld verbindingen veel uitmaken. Dat ja, als je natuurlijk puur naar een kaart kijkt, dan gaat het gewoon om kilometers afstand. Maar ja, in het dagelijks leven gaat het natuurlijk om routes. En bijvoorbeeld een aantal van die satellietsteden of groeikernen, ja, die hebben vaak één goede verbinding naar de moederstad, zeg maar. Was nog met het idee van alleen de man werkte en die werkte 40 jaar bij dezelfde baan. Nu moet je allemaal, ja, gezinnen in de spits van hun leven. Men werkt allebei aan alle kanten op. En dan liggen ze soms ineens toch wat geïsoleerd. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die je wel zou kunnen aanpakken. Tegelijk, ja, je verplaatst niet ineens, je kunt gemeentes niet ineens verplaatsen of zo, maar inderdaad wel dat van elkaar leren en goed opletten wat je elkaar te bieden hebt. En ja, je hoort gewoon soms wel voorbeelden van dan willen twee gemeentes allebei een bepaalde voorziening. Nou, soms lukt dat dan allebei niet en dan gaat een derde ermee heen of zo. Of het kost toch relatief veel. En ja, dan moet je soms wel denken van ja, jij krijgt die en jij krijgt die. Natuurlijk, ja, Vlissingen, Middelburg, Arnhem, Nijmegen zijn van die soort van rivalen vlak bij elkaar. Terwijl als je ze optelt, dat gewoon stedelijke gebieden zijn met heel veel, ja, massa en mogelijkheden. Maar als je dat net allebei wilde, ja, dan is het misschien net allebei net niks of zo. Dus in die zin ja, is dit een hele mooie studie om dus niet alleen maar te kijken van wat heb ik binnen mijn gemeente, maar meer van welk systeem maak ik deel uit. En dat zou wel, ja, tot meer tevredenheid kunnen leiden tegelijk. Ja, het is ook gewoon een soort, die kaart van ontevreden, relatief ontevreden kiezers, zeg maar, dit soort beelden. Ja, het is ook gewoon een weerspiegeling van dingen waar je soms niet heel veel aan kan doen. Gewoon, ja, daar zitten nou eenmaal die industrieën. Ja, dat los je niet per se op door iets uit een buurgemeente te halen. Dus, ja, ten dele kun je eraan sleutelen, denk ik. Dankjewel.
Aangezien je een aantal handreikingen deed aan hoe je nog de analyse kan verrijken en ook vragen over de methode, zou ik graag even teruggaan naar Mark. Mark, er is sowieso een meer algemene vraag van, zou je kunnen reflecteren op de toegevoegde waarde van deze methode? En daarbij in je antwoord kunnen meenemen de punten van Josse, bijvoorbeeld over... is het niet elitair of de creatieve sector? Is die niet wat overschat de waarde daarvan? De kwaliteit van het landschap en de meervoudigheid van die kwaliteit en de diversiteit, is dat goed erin meegenomen? Gezondheid, waar die ook op aan naar refereerde. En de buitenland, is het buitenlandperspectief ook wat eerder ter sprake kwam bij Marijn goed meegenomen? Zou je een aantal van deze punten kunnen toelichten? En dan ook gelijk om nog de laatste punt is, dat is er veel vragen over, hoe heb je meegenomen gemeente- en wijkniveau en de diversiteit en de verschillen daartussen? Mark, ik weet, het zijn een heleboel vragen, maar ze gaan allemaal over de methode. Dus of je iets meer toch onder de motorkap ons wil meenemen, zodat we wat beter gaan begrijpen wat de toegevoegde waarde is. Dank je. Natuurlijk, ik praat heel graag over mijn onderzoek, dus dat ga ik tegelijkertijd proberen om toch niet al te veel de diepte in te gaan. Dus wat is de toegevoegde waarde van dit onderzoek? Het centrale issue is dat we eigenlijk die waardering proberen in te schatten. En hoe belangrijk vinden mensen nu in verschillende gemeenten bepaalde aspecten van de brede welvaart? En dat is bij mij, dat is zeker op deze manier nog nooit gedaan, maar dat is eigenlijk ook nog nooit integraal voor heel Nederland zo in kaart gebracht. En dat, dat is eigenlijk een heel belangrijke toevoeging van dit onderzoek, plus dat we dat hebben gecombineerd. Dus we hebben twee typen, waar ik iedere keer al naar verwijs, dus twee typen van manieren waarop we daar gekeken hebben naar hoe bepaal je nou die waardering. Dus dat maakt dit echt heel vernieuwend. Dus dat we zowel dus die reveal preferences, dus dat gedrag hebben bekeken, en tegelijkertijd dat we naar enquêtes hebben gekeken. En die combinatie van die twee dingen maakt het vernieuwend ook vanuit een onderzoeksoptiek. Onderzoek is ook nog eens vernieuwend, omdat we eigenlijk een methodiek gebruiken die nog heel sterk in ontwikkeling is, en die is eigenlijk pas een jaar of 20 oud. En op deze manier wel in het beginstadium staat van ontwikkeling en de toepassing op brede welvaart. Maar dat staat aan de andere kant voor dat deze methodiek er heel erg geschikt voor is, omdat je juist heel weinig oplegt aan hoe die brede welvaart dan precies gevormd moet worden. Want dat is een groot zwaktepunt aan heel veel andere studies, is dat je toch ergens moet gaan opleggen hoe dan die brede welvaart precies tot stand komt. En dat wil je eigenlijk niet, want dat weten we niet. We weten alleen dat brede welvaart bestaat uit allerlei aspecten en dat mensen die al dan niet belangrijk vinden. En dan kom ik langzamerhand ook al terecht op het individuele of het wijkniveau. En het is zo. Kijk, op ieder schaalniveau is er weer veel variatie en zitten weer veel verschillen. En wij hebben hier nu een hele grote eerste stap gedaan, in de zin dat wij dat nationale niveau, waar iedereen naar kijkt, nu heel erg uit elkaar trekken en naar gemeenteniveau brengen. En natuurlijk zou je nog veel dieper willen gaan. Dan zou je naar wijken willen gaan en misschien zelfs naar individuen willen gaan. En in onze What Works School, die binnenkort komt, hebben we een prachtig mooie gastspreker uit België die heel specifiek ingaat op het individuele niveau. En hoe je dat is dan wetenschappelijk adresseert, en hoe daar wetenschappelijk goed mee omgaat en daar inschattingen van maakt. En in België zijn ze daar heel ver mee met dat type onderzoek. Maar dat is wel een ander type onderzoek en daar kun je andere vragen niet mee beantwoorden die wij nu wel beantwoorden. En wat voor ons heel belangrijk is, is wel dat we tegelijkertijd het vergelijkbaar houden voor heel Nederland. Dus ja, misschien kunnen we voor bepaalde wijken wel meer informatie vinden, maar wij moeten alles vergelijkbaar hebben voor heel Nederland om daar integrale studie voor te kunnen doen en om deze studie goed uit te kunnen voeren. Zeg maar je krijgt anders niet de juiste uitkomst uit die samenhang als je misbalans krijgt uit de verschillende indicatoren die je krijgt. Dus het is ontzettend belangrijk
dat we steeds betere indicatoren krijgen op dit gebied om dit beter in te schatten. En ik weet dat de CBS daar heel druk mee bezig is. Maar ja, we zijn wel gebonden aan wat er is, dus we moeten echt roeien met de riemen die we hebben. Dat is ook een tekortkoming van deze studie en dat geef ik zonder meer toe. We zouden liefst heel veel meer hebben. En ook zeker op het sociale vlak waar het best wel beperkt is. Maar we hebben nu helemaal niet meer, dus ik kan er ook eigenlijk... Ja, dus wat dat betreft eigenlijk de punten die worden aangereikt ook door Josse, hoe je het zou kunnen aanvullen, dat is misschien next step en toch wat ik begrijp. Ja. Maar andere dingen om eerder op terug te komen, het is ook heel mooi en ik denk dat het mogelijk is om deze studies bijvoorbeeld ook aan het geluksonderzoek te gaan verbinden en daar verdere stappen in te zetten. Daar ben ik mee bezig om over na te denken met Martijn Burger, die heel groot is op het gebied van het geluksonderzoek, uit Rotterdam. En ik denk ook vanuit uit die politieke bril, zeg maar, kunnen we misschien ook wel kijken. Kunnen we nou gewoon daar iets mee? Kunnen we daar meer mee? Maar dat is echt toekomstig onderzoek. Waar ik nog wel even terug op wil komen, is iets wat Jos ook aanstipt. En dan ga ik echt in detail van hoe de methode werkt. En dat kan ik niet helemaal uitleggen, maar dan moet u me even geloven. Is gewoon dat we houden extreem rekening met die uitsortering, maar het is niet zo extreem dat we mensen zeg maar, zich laten verplaatsen en dat die op de optimale plek wonen in Nederland. Dus het is niet zo dat als iemand zou verhuizen, dat hij dan altijd een lagere welvaart krijgt. Dat is dus niet zo. Dus in de setting die we hebben, zijn er dus mensen die ook gewoon... Dus we nemen dus mee dat sommige mensen gewoon opgroeien in een gemeente en daar wonen en hun hele leven hebben gewoond en niet die kennis hebben, niet verhuizen of niet willen verhuizen of met andere aspecten. Dat nemen we mee en in de analyse. Dus wilde ik nog toevoegen. En het tweede punt is dat we, wat veel door economen gevoerd wordt als kritiek op dit type analyse, is dat schaarste ontbreekt. En wat wordt daarmee bedoeld is dat als je heel weinig van iets hebt, dat het eigenlijk dan toe moet nemen in waarde. En dat is iets wat wij heel sterk terugvinden in deze studie. En dat is ook een belangrijke toevoeging van wat we dus doen. Omdat we daarmee een tekortkoming van andere studies aan tegemoet komen. En dat betekent dus ook dat als je dus, waar Josse op doelde is, als je dus veel te weinig inkomen hebt in een bepaalde, dan gaat men daar dus heel veel waarde aan te kunnen. En dan wordt dat dus heel belangrijk in die brede welvaart, voor juist die gemeente waar dus dan dat inkomen laag is. Dat speelt dus een belangrijke rol in dit onderzoek. En ik geef hem meteen, dat is weer een extra toegevoegde waarde van dit onderzoek, wat in eerdere studies niet is meer. En als we nog even heel concreet maken, er stond een popelende vraag hier van iemand kwam binnen. Even kijken hoor, ik moet hem even opzoeken. Over hoe verklaar je dan bijvoorbeeld dat Terschelling er zo slecht uitkomt? Uit de brede welvaart, terwijl daar heel veel natuur is en ook veel cultuur. Nou ja, dat is een beetje een gemengd antwoord waar ik het net ook eigenlijk over heb. Is dat niet iedereen die op de Schelling woont, die is daar gaan wonen omdat hij dat nou fantastisch vond. Dus die wil daar ook wat anders. En misschien klinkt dat wat extreem voor de Schelling. Dat vind ik zelf wat extreem klinken tenminste. Als ik het zo vertel, en dan heb ik het liever over mijn eigen gemeente waar ik hier woon. En zoals ik gezegd heb, ik woon in het buitengebied. Ik ben hier gaan wonen omdat ik het fantastisch en mooi vind. En dat ik heel graag heel veel ruimte heb. Maar tegelijkertijd, en dan kom ik even terug op dat gedrag, wat je ziet is dat heel veel jongeren hier wegtrekken. Dit is een vergrijzende gemeente, steeds meer ouderen en die jongeren gaan weg. Dus er is iets aan de hand dat die jongeren hier toch niet willen wonen. En dat heeft misschien toch iets te maken met een gemis aan dingen die zij vinden in andere gebieden. En waar trekken zij vaak naartoe? Dat zijn toch de grote steden. En misschien willen ze er toch meer cultuur en recreatie. Misschien is het toch dan iets wat er mist. En dat vinden wij in deze studie terug. En dat geeft toch wel wat meer intuïtie. Dat, het is inderdaad zo dat niet iedereen is hier gaan wonen met helemaal het idee van dit is perfect voor mij. En gedeeltelijk is dat omdat je gewoon in een bepaalde gemeente geboren wordt. En daar kun je ook niet. Dat is nu helemaal zo. En dat hebben we allemaal. En misschien vinden we dat ook niet zo mooi. Maar dit zijn wel illustraties die ik hier vertel. En daarom wilde ik hem even uit de context van de Schelling trekken. Want dat vind ik dan wel heel extreem. Maar natuurlijk, wat de Schelling uniek maakt, is het is een eiland. Dus je komt moeilijker in andere gebieden terecht. Dus per definitie heb je natuurlijk een handicap
om gebruik te maken van andere gemeentes. Dat geldt voor alle eilanden. En ja. Dat is iets geografisch bepaald, daar kunnen wij niets aan doen. En om wat meer naar de toepassingskant, want nu hebben we even onder de motorkap gekeken door een aantal vragen die werden gesteld door Josse en door Marijn. Als we het maar meer op de toepassingskant gooien, is een van de vragen die binnen is gekomen voor Marijn van Matthijs de Vries. Welke rol kan de provincie spelen bij het bevorderen van de brede welvaart? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, nou, ik denk dat de provincie goed moet kijken naar de dynamiek die in de provincie speelt. En moet kijken van welke gemeenten nou, kunnen elkaar op economisch of op cultureel of op sociaal gebied elkaar goed vinden. En waar zie je zeg maar een soort samenwerking al tot stand komen? En hoe kunnen wij dat als provincie bevorderen? Hè, dus dezelfde soort filosofie heeft het Rijk omarmd. Na de discussie over de superprovincies, waarin de 5 superprovincies zouden moeten ontstaan, dat al nou, vrij snel afgeschoten werd, is er een soort herbezinning tot stand gekomen, waarin het Rijk zegt van nou, we moeten eigenlijk niet meer. Ja, grote bestuurlijke blauwdrukken over Nederland uitstorten, maar we moeten juist van onderop datgene stimuleren waar al de natuurlijke energie zit. Nou, dat is het maakverschilperspectief. En ik denk dat een hele, hele wijze strategie is. En ik denk dat de provincies daar ook zeg maar meer vanuit dat perspectief hun bijdrage zouden kunnen zoeken. Maar waar kun je de gemeenten die nou, samenwerken, misschien zelfs wel een regionaal brede welvaartsplan hebben gemaakt. Hoe zou je die als provincie het beste kunnen ondersteunen? Kan met kennis, kan met financiële middelen. En soms ook waar het niet gebeurt, zou een provincie ook best kunnen aanjagen en proberen de juiste mensen en de juiste gemeenten bij elkaar te zetten. Om te kijken van nou, waar zie je die complementariteit en waar kun je elkaar versterken? Dat is, ik geef toe een beetje een procesmatig antwoord. Maar ja, ik denk dat provincies ook heel veel van processen zijn. En wordt er dan onderling al tussen de provincies hier over uitgewisseld? Dat denk ik wel. Men kijkt natuurlijk toch sterk naar elkaar. En dat geldt zeker als het gaat om de kenniswerkers die altijd wel ergens in provincies te vinden zijn. Ja, zo willen wij met de regionale planbureaus bijvoorbeeld, dan heb ik het over Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Friesland. Die 5 planbureaus willen ook een soort... Ja, een nationaal netwerk opzetten waarin het ook waarin praktijken over het gebruik van regionale brede welvaartsmonitoren uitgewisseld wordt. En ook hoe de inbedding van dit soort ideeën goed, ook in beleidscycli, hoe die tot stand komt. Daar zie je heel veel praktijken van in de steden, in de regio's. En het is heel interessant, denk ik, om ook dat met elkaar uit te wisselen. Net als waar deze studie overigens ook voor pleit, hè, van gewoon leer van elkaar. En dat kun je doen door soortgelijke gebieden op te zoeken, die veel op je lijken. Maar je kunt het natuurlijk ook doen door te kijken naar gebieden die helemaal niet op je lijken, maar waar wel hele spannende dingen op dit vlak gebeuren. Ja, en... Joks Jansen had het vorige keer ook heel erg over die dialoog. En jij refereerde in je referaat ook aan van, heel mooi deze kennis die we hebben, maar het gaat eigenlijk om de dialoog. Kan je daar nog iets verder over uitweiden hoe je dat dan ziet en of dat al gebeurt bijvoorbeeld? Ja, zonder kennis filosofisch te worden, hè, want dat ligt dan een beetje op de loer. Maar je kunt een monitor zien als een spiegel van de werkelijkheid. Hè? Van zo staat het en dit is de welvaart. En dit is het model, dus dit is de wetenschappelijke waarheid. Dat is één positie. Of je kunt de monitor zien of een studie zien als een hulpmiddel.
om met elkaar ook de dialoog aan te gaan, het gesprek aan te gaan van ja, waar is onze regio nou goed in? Wat kenmerkt ons nou? Maar ook wat zijn onze belemmeringen? En dan kun je even goed nog wel die wetenschappelijke studies gebruiken. Je kent er een iets ander gewicht aan, een meer pragmatisch gewicht als het ware. En ik denk toch eerlijk gezegd dat ook de grootste winst is als het gaat om dat perspectief van onderop. Hè? Dus hoe regio's dit soort denkbeelden nou kunnen gebruiken om hun eigen kracht te vinden. Want let wel, lang hoeft de regio's hier helemaal niet over na te denken. Het ontwikkelperspectief werd van bovenaf opgelegd door het ministerie van Economische Zaken of door regeringen. Maar ja, zit de 21ste eeuw natuurlijk niet meer in elkaar. Het moet nu veel meer van binnenuit komen. Het is veel complexer geworden, het is veel gevarieerder geworden. En dat vraagt ook veel meer van regio's zelf om zelf op zoek te gaan naar waar ben ik goed in, wat zijn mijn belemmeringen. Ja, even kijken. Ik had nog, dank je Marijn, ik had nog een vraag voor Josse, die via de chat binnenkwam, van gemeente Den Haag adviseur. Wil je liever doelgroepenbeleid dan ruimtelijk beleid voor meer maatwerk ter vergroting van de brede welvaart? Heb je daar een perspectief op? Oh, je geluid staat volgens mij uit. Zou je die aan kunnen zetten? Ja, een hele goede vraag. Ik zou in deze bijeenkomst zeggen meer doelgroepenbeleid. En ik zou op een andere bijeenkomst zeggen meer ruimtelijk beleid. Zeg maar. Het is het natuurlijk allebei. Ik heb juist, als het gaat bijvoorbeeld, ik bemoei me uitgebreid met debatten over diversiteit, ongelijkheid, inclusie en zo. Dan probeer ik juist altijd heel erg die regio te pushen, want dat ontbreekt daar bijvoorbeeld volledig. Bij dit denk ik van, het is ook wel weer belangrijk om andersom te kijken, omdat dit haast een te fantastisch beeld van de Randstad misschien geeft. En ja, dat kijk het naar doelgroepen, dan zie je ineens daar toch allemaal pockets in waarin toch wel heel veel armoede bijvoorbeeld is. Het is belangrijk het allebei te doen en daar een balans in te vinden. En volgens mij draagt deze studie gewoon een stuk bij en andere studies daar ook weer een stuk aan bij. En is het uiteindelijk de optelsom. En is de volgende stap hierna om verder in te gaan zoomen en dan kom je vanzelf ook wel dichter bij die doelgroepen. Dan zie je ineens van, oh maar wacht, die ene randgemeente, ja, die zit toch echt wel heel anders in elkaar dan die andere. En daar blijken ze toch wel een heel stuk minder tevreden. Ja, dat ga je pas zien door daar verder in te verdiepen. En niet puur door geografische afstanden, zeg maar. Tegelijk is het ook heel belangrijk wel te kijken, als je andersom bekijkt, van dat dezelfde doelgroep daar misschien tegelijk ook wel weer meer kansen heeft dan in het oosten van Drenthe. Gewoon puur door de dynamiek die er aanwezig is. Dus ja, dan is juist wel weer heel belangrijk om in zo'n debat wat over die doelgroepen en armoede gaat, juist die ruimte wel te noemen. Dus het gaat twee kanten op. En met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen waar we al aan refereerden, wat zou jouw lessen daarvoor zijn? Wat wil je de lokale politici en de beleidsmakers die vervolgens aan de slag gaan met de coalitieakkoorden meegeven op basis van deze discussie? Ja, ik denk toch wel van, kijk goed over de grenzen. Dat is niet altijd hetzelfde als van dat je ook meteen moet fuseren. Daar zijn mensen in gemeenten vaak heel erg bang voor, zeg maar. Maar probeer wel toch te benutten wat in andere gemeenten ook is. Te kijken of je alles in elke plaats zelf nodig hebt. Als het, dat het geen competitie met elkaar wordt en dan een race naar de bodem of zo. Dat laat dit denk ik wel mooi zien van probeer van elkaar te profiteren en niet kapot te concurreren, zeg maar. Ja heb je soms gewoon met dingen als bedrijventerreinen of zo'n factory outlet center of wat iedereen wil binnenhalen of allebei een zwembad willen en dat voor ons is het allebei te duur. Ja, Marijn, heb jij nog een laatste eye-opener die je mee wil geven aan de lokale politici en de beleidsambtenaren?
Nou, dus ik zou ook pleiten voor die regionale samenhang. En dat er toch wel in elk coalitieakkoord toch wel een paragraaf komt over regionale samenwerking. Wat niet vanzelfsprekend is, heel veel gemeenten zijn toch wel heel erg met zichzelf bezig en heel erg gericht op de dynamiek binnen hun eigen gemeentegrenzen. Maar ja, er zijn zoveel opgaven. Nou, noem het wonen, noem het stikstof, noem de werkgelegenheid. Ja, dat zijn allemaal systemen, kun je haar zeggen, die gemeentegrenzen overstijgen, die een zeker regionaal karakter hebben. Het zijn eigenlijk in wezen regionale systemen. En daar moet je als gemeente toch in meedraaien en proberen daar ook in die systemen het goede te doen. Dus je kunt eigenlijk als individuele gemeente daar niks geen visie op hebben. Dat dan, dan heb je uiteindelijk minder invloed. Ja. Met het oog op de tijd gaan we naar het slot en wil ik vragen aan Mark hoe je nu verder gaat met deze reflecties en deze discussie en hoe jullie dat in het onderzoek daarmee verder gaan. En misschien kan je nog wat vertellen over de What Works School, over hoe we dit in de praktijk gaan brengen. Heel graag. Wat we hebben gezien, denk ik, is brede welvaart geeft denk ik een heel mooi denkkader om integraal en in samenhang de toekomst van Nederland te beschouwen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook hoe dit onderzoek gebruikt zou moeten worden. Ik sluit hier dus ook erg aan bij Marijn, waar hij zegt van we moeten die spiegel hier gebruiken. En om dan in die discussie van wat is er nou echt aan de hand, kom je tot het echte beleid van wat niet belangrijk is. En ja, als we dus wat verder denken en dit verder verbinden, en ik denk dat daar een groot deel van de toekomst van het onderzoek zit, is dat hier eigenlijk alle klassieke ruimtelijke vraagstukken ook weer in terugkomen. Dus wat belangrijk is, want het komt al langs, is die mobiliteit, is wonen en is werken. En is ook de ruimtelijke ordening zelf. En al deze aspecten, die hebben een plekje zeg maar, in die brede welvaart. En dat zouden we meer moeten integreren. En dat is een kwestie van combineren van de oude kennis die we allemaal al hebben. Maar ook het verder brengen in de zin dat juist die integraliteit meer voorop moet komen te staan. En hoe komen dan die trade-offs en die trade-offs tussen de verschillende onderdelen, hoe komen die dan naar boven? En hoe kunnen we daar dan beleidsmatig keuzes in maken? Ja, dat kunnen wij niet doen, maar dat zullen beleidsmakers moeten doen. Maar dat is dan het spel. Dan zie ik me langzaam ook verschuiven. Dus ik kan ook wel detail gaan vertellen over hoe ik het onderzoek echt verder kan brengen vanuit de wetenschappelijke optiek. Maar laat ik dat even achterwege laten. Dat staat wel in de publicatie. Maar langzaam verschuif ik dus naar de hoe-vraag toe. En die hoe-vraag die komt ook heel mooi, denk ik, aan de orde in de What Works School, waar ik dan toch even heel mooi reclame voor wil maken. Ik denk dat we een prachtig mooi gevarieerd programma hebben voor de What Works School. Die vindt plaats op 10 maart. En dan gaan we echt dieper in op brede welvaart in de regio. En we hebben allerlei workshops. In die workshop gaan we in hoe ga je evalueren. Maar ook hoe ga je om met adaptief en lerend beleid. Iets voorkomen anders. We gaan verkennen waar wat werkt. Met wie werk je nou samen en wie niet. We gaan precies een workshop hebben over het spiegelaren. Wat ik net allemaal heb uitgelegd en getoond. En geldt het dan voor mijn regio en met wie zou ik dan samen moeten werken? Dat komt er ook weer voor het hoeven. We hebben dus die gastspreker die iets vertelt over hoe je omgaat met individuen en die het spiegelt aan de situatie in België. En we hebben een prachtig mooie paneldiscussie die hopelijk spannend wordt met Marco Pastors die iets vertelt over zijn ervaringen in Amsterdam en Marielle Gebber die iets gaat vertellen over de aardbevingsproblematiek in Groningen en wat daar dan de ervaringen weer zijn en hoe dat weer relateert aan brede welvaart. Dus echt een prachtig mooi programma en kijk er even naar en ik ben van harte welkom als iemand kan. Dankjewel, Mark. Femke. Ja, maar op de valreep komen er nog andere vragen binnen. Dus die zal ik jullie niet meer stellen. Maar ik vind hem wel leuk om even mee te geven. Omdat het een koppeling is naar vanavond en de persconferentie. Er werd ook gezegd nog in de chat van
in de coronaperiode hoe het hybride werken en de invloed op het beleven van brede welvaart, of dat niet verwerkt zou kunnen worden in de studie. Dus nou ja, dat is er eentje met het bruggetje naar vanavond. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken. En hiermee komen we aan het einde van het seminar. Thuis wil ik u bedanken voor uw belangstelling en de bijdrage aan de discussies in de chat. En natuurlijk een bijzonder dankjewel aan onze sprekers van vandaag. Hans, Mark, Marijn en Josse. En achter de schermen Laura, Emiel en Marieke. Als mede onze partners, het SCP en het CPB. Voor meer informatie over het rapport dat zojuist besproken is, verwijs ik u graag naar onze website. En ook voor aanmelden van de What Works School kunt u via onze website u aanmelden. En ik hoop daarmee we jullie terug te zien de volgende keer bij de volgende reeks. We hebben natuurlijk nu brede welvaart in de gemeente gehad. Vorige keer ging het over regionaal beleid en over mobiliteit. En er komt een vervolg en daar hopen we jullie allemaal weer bij terug te zien. Voor nu bedankt voor uw aandacht en we zien u graag terug over bij de volgende seminar. En ook mede namens onze partners uiteraard. Dank jullie wel.